Ik ga jullie in deze video 25 geheimen laten zien die niemand weet van Fortnite. Kijk deze video helemaal af, want je gaat echt geheimen zien waarvan je denkt, what the fuck? Maar als je vast een duimpje omhoog achterlaat op deze video, zou ik dat gewoon heel erg nice vinden. We beginnen vandaag de lijst met nummer 1, namelijk Kevin the Cube. Want de naam Kevin the Cube hebben wij als community verzonnen, want toen Kevin namelijk in de map kwam, gingen er op Reddit allerlei geruchten rond waarbij we het woord Cube niet mochten gebruiken. Daarna gingen iedere mensen op Reddit een naam verzinnen, waardoor dus Kevin the Cube uiteindelijk de naam is geworden en zelfs Fortnite heeft hem dus zo genoemd. We hebben dus ook een Kevin Rap en een Kevin Spray gekregen in Season X, wat natuurlijk echt heel erg insane is. En dan gaan we door naar nummer 2, namelijk de Slurp Juice. Want de Slurp Juice was in het begin van Fortnite helemaal niet goed, totdat iemand op Reddit erachter kwam van, yo, kunnen we het misschien aanpassen? Totdat ook iemand van Epic Games er daadwerkelijk gereageerd op heeft van, yo, wij gaan het aanpassen, we gaan de Slurp beter maken. En zo is de Slurp dus toen de tijd geworden. Hij is natuurlijk nog een keer teruggekomen in de gouden variant, waarbij die nog beter was. Maar ja, Fortnite luistert dus echt heel erg vaak naar ons, wat we dus ook geheim houden eigenlijk. Want op nummer 3 hebben wij dus deze plekken in Tilted Towers, de borden moet ik zeggen. Want we dachten namelijk allemaal dat Tilted Towers kapot zou gaan door de meteoriet. En Epic Games probeerde ons ook een beetje bang te maken met deze borden. En uiteindelijk is er helemaal niks gebeurd. Dus Epic Games was een beetje met ons aan het trollen. Maar ze vonden het wel gewoon heel erg leuk. En daarom hebben ze dus uiteindelijk Tilted Towers wel kapot laten gaan. Omdat wij dit zelf eigenlijk voorspeld hadden. Dan gaan we door naar Haunted Hills. Want Haunted Hills is op hetzelfde moment gekomen in de game als Tilted Towers. Alleen iemand op Reddit heeft daadwerkelijk Haunted Hills verzonnen. Iemand heeft het getekend en geüpload op Reddit. En heel veel mensen en Epic Games vonden Haunted Hills dus heel erg leuk. En daarom hebben ze dus uiteindelijk gewoon toegevoegd. En zelfs met Fortnite Mares hebben ze dus ook het kasteel toegevoegd. Wat gewoon echt heel erg nice dat Epic Games gewoon zo erg naar ons luistert. Dan hebben wij deze Tender Defender skin. Dat was namelijk gemaakt door een 8-jarig kind. Dat is geüpload op Reddit ook. En zelfs iemand die dat op Reddit gezien heeft, heeft er dus uiteindelijk een skin van getekend om het wat meer tot leven te brengen. Dit idee is opgekocht door Epic Games. En ja, zoals je kan zien, dit is dus daadwerkelijk de skin die wij dus nu ook in de items op hebben. Wat natuurlijk gewoon echt insane is dat dat gewoon mogelijk is eigenlijk. En dan gaan we door naar nummer 6. En dat is de emote wheel van vroeger. Die was eigenlijk helemaal niet zo goed. Totdat iemand een beetje kwam met een nieuwe versie van de wheel. Die Epic Games echt heel erg insane vond. En die zit dus nu ook in de game tot op de dag van vandaag hoe we hem kennen. En ja, Epic Games neemt dus best wel veel van die dingen over natuurlijk. Net zoals de LTM selector. Want iemand op Reddit, ook weer op Reddit, kwam er mee van, yo, wat nou als we konden kiezen welke LTM er aan ging komen. Het is alleen iets anders geworden. Ze hebben namelijk in de game gedaan met welke skin in de items op ging komen. Helaas is het niet lang in de game gezeten. Ik zou graag wel terug willen dat dit terugkomt. Het was gewoon heel erg nice, dat vind ik het zelf. Maar Epic Games past dus soms wel een klein beetje van die dingen aan namelijk. Net zoals op nummer 8 kennen we misschien allemaal deze meme van Mewself die iemand probeerde te redden aan het einde van de map. En terwijl hij dit dus deed, heeft hij die persoon gekillt, wat echt niet de bedoeling was. Maar ja, Epic Games heeft dit gezien en ze hebben dus uiteindelijk een soort van grafsteen neergezet voor deze guy, wat natuurlijk gewoon echt insane grappig is. En ja, niemand had natuurlijk ooit verwacht dat Epic Games dat zou doen. En daardoor gaan we door naar de bandits bezoeken. Want we hebben natuurlijk allemaal de bandits bezoeken gehad in Fortnite. Maar iemand kwam ermee, nou wat nou als we een chick bazooker ervan maken? Nou, Epic Games vond dit geheim heel erg leuk. En ze hebben hem dus vervolgens in de game gebracht als chick cannon natuurlijk. Wat natuurlijk gewoon echt heel erg nice was. En ja, dan gaan we door naar de traps. Want traps hebben in Fortnite gezeten. En je kon heel moeilijk zien of een trap nou van mij was. Of van mijn teammate. Of van een enemy. En daardoor gingen er dus ook soms heel vaak aan dood. Omdat je dus dacht dat die van jezelf was. Maar toen kwam iemand met het idee, wat nou als friendly traps een beetje een blauwe gloed hebben. Zodat je weet dat die van jou zijn. En ja, iemand van Epic Games die er werkt, heeft op die Reddit post gereageerd. En ja, 2 weken later zat dus inderdaad dat in Fortnite. Dat je kon zien van wie de trap was. Waar die vandaan kwam. En dat je dus kon zien of die van jou of teammate was, wat een hele goede toevoeging was van Fortnite. Dan hebben wij deze Link skin en natuurlijk ook de loading skin, want daar zagen wij dus een foto van wat we nu kennen als Meowsicles. Alleen deze skin bestond toen nog niet, totdat iemand op Reddit een soort van tekening van gemaakt heeft en uiteindelijk ook dat idee weer overgekocht is door Epic Games, zodat ze deze skin in de game konden toevoegen. En ja, ook deze skin is dus weer gemaakt door iemand uit de community, wat bijna niemand weet wat geheim is natuurlijk. En dan gaan we door naar Fortnite Mobile. Want Fortnite Mobile had een probleem. Heel veel kinderen op school speelden het. En daardoor letten ze dus niet op in de les. Totdat dus een docent die zelf ook Fortnite speelde vroeg of hij Mr. Human C Stop Playing Clash in de game wilde toevoegen. En Epic Games heeft daarna geluisterd voor de allereerste keer. En zoals je kan zien, op een loading screen heeft Epic Games dat toegevoegd. Wat natuurlijk echt heel erg leuk en grappig is. Ik wist het zelf niet. Dan gaan we door naar Fisherize Sound Effect. Want toen Epic Games dat had aangepast, kon wij gewoon geen geluid horen. Als je deze setting aanzette, hoorde je gewoon geen geluid, zag je alleen de dingen. Totdat een doof persoon Epic Games een e-mail had gestuurd van, yo, ik ben doof aan één oor, maar aan mijn andere oor hoor ik wel wat. Dus ik wil
wil gewoon ook gamegeluid hebben. En tot op dat moment heeft Epic Games dus aangepast, waardoor we dus nu visceral sound effect aan kunnen zetten. En ook nog gewoon geluid hebben, wat dus een van de beste opties ooit is geweest in Fortnite. Dan hebben we deze 50 tegen 50 playing game mode, wat door iemand verzonnen was. En uiteindelijk heeft Epic Games het een beetje aangepast naar dus deze Air Royale game mode heet het volgens mij. Waarbij je dus met allerlei vliegtuigen in de map zat, tegen elkaar op moest nemen. En ja, iemand heeft het dus een beetje op Reddit verzonnen. Maar vervolgens heeft dus Epic Games het aangepast en dus in de game gebracht. Wat natuurlijk best grappig is om te zien, omdat ja, heel veel mensen best wel goede ideeën hebben. Laten we eerlijk zijn. Want het volgende idee is ook best wel nice geweest, zoals ik het zelf. En dat heeft te maken met live events. Want kennen jullie nog herinneren, als je een live event wilde kijken, dat je gewoon doodgeschoten kon worden. Nou, iemand op Reddit had dus ook het idee van, wat nou als Epic Games wapens en items uitzetten op het moment van een live event. En dat is dus nu ook wat Epic Games elke keer standaard doet. Er komt gewoon een aparte game mode voor uit, wat gewoon echt heel erg nice is. En ja, tot op de dag van vandaag weten we natuurlijk niet beter als dat je geen wapens meer kan gebruiken. Dan hebben wij de Boogie Down emote. De Boogie Down emote was een emote, een contest, dat iemand die het leukste dansje deed in de game kan komen natuurlijk. Heel veel mensen hebben eraan meegedaan. Alleen, ja, dit is dus uiteindelijk de winnaar geworden. Maar de Orwell's Justice Kit moest eigenlijk de winnaar zijn. Iedereen wilde dat die in de game kwam. Maar Epic Games had dat niet gedaan. Tot de Battle Pass dropte van Season 3, als ik het goed zeg. En daar zat dus de emote in van de Orange Justice Kid. Met ook een beschrijving van wat het jongetje zei. Dus hij heeft alsnog zijn dungeon in Fortnite gekregen. Wat natuurlijk echt insane is. En Epic Games moest er ook wel naar luisteren. Want er kwam zoveel kritiek op Epic Games dat ze hem niet in de game hadden. En hij was ook eerder dan de Boogie Down erin. Dus sowieso heeft Epic Games dat heel erg goed opgelost. En daardoor gaan we door naar de Treasure Hunter skins. Die Fantasy veel heeft gemaakt. Die had een soort van concept getekend van twee skins die zij in die game zou willen hebben. En ja, Epic Games heeft dit idee overgekocht. Want ja, we hebben natuurlijk allemaal de Aura skin. Dat is een van de meest populaire tryhard skins in de game natuurlijk, wat echt insane is. En de allereerste Icon skin. Deze skin, of Icon skin van LEA. LEA dacht namelijk dat het zijn skin was. Maar als je nou iets aan de uitstap natuurlijk gaat kopen, zoals ik al zei, zou ik het gewoon heel erg nice vinden als je even mijn support, ik weet de code Ties invult. Kortje code van Nathan België. Film even in de kleine moeite om mij te supporten. Sowieso een dikke SO naar iedereen die de code Ties aan heeft staan. Maar sowieso heel nice dat Epic Games daar ook naar geluisterd heeft. Dan hebben ze ook geluisterd naar noscopen, jongens en meisjes. Eerst kon je namelijk niet zien of je iemand noscoopt. En noscope is best wel knap om te hitten. Het is helemaal als je kijkt naar de tricks op tijd in Call of Duty. Maar ja, Epic Games heeft het uiteindelijk toegepast dat jij kan zien of iemand jou genoscoopt heeft. Want het is gewoon netjes als je een noscope hebt. Want het is gewoon best knap, laten we eerlijk zijn. Misschien ook wel een klein beetje geluk. Maar wat geen geluk was, was deze update. Namelijk de Die All Drop. Deze update mag van mij echt terugkomen. We hadden namelijk een soort van ja, idee op Reddit van dat het een soort van drop kon neergooien, dat je zelf kon kiezen wanneer jouw drop in de map kan komen. En uiteindelijk is het dus in de map gekomen uit drie keuzes. Je kon dus een health drop, een supply drop of een auto drop laten komen. En ja, het heeft maar heel kort in de game gezeten. En ik zou graag willen dat dit weer terugkomt. Laat even in de comments weten of jij dit terug zou zien. Ik vond dit sowieso heel nice. Op nummer 20 hebben wij OG Fortnite. En OG Fortnite komt zeker terug in 2024. En dat heeft dus te maken met ons. Omdat Fortnite in OG Fortnite vorig jaar een record aantal mensen heeft gehad met spelen. En ik denk dat Fortnite daar ook zelf van geschrokken is. Waardoor ze het dit jaar gewoon weer terug gaan brengen. Dus als je nou niks wil missen, abonneer dan sowieso op mijn kanaal. Want ik ga alles laten zien als OG Fortnite weer terugkomt. Maar dan gaan we nog even hebben over Chuck Splash. Want Chuck Splash kennen we natuurlijk nu al een tijdje in de game. Maar dit was het allereerste idee van de Chuck Splash. Namelijk de Slurp Grenade. Iets wat 10 damage deed. Je kon er 6 meenemen. Het komt in stack van 2. En uiteindelijk is het dus een jaar later in de game gekomen als dus de Chuck Splash. Het lijkt heel erg op elkaar. Alleen doet de Chuck Splash natuurlijk 20 damage in plaats van 10. En ik denk dat dit een hele goede update is in Fortnite. Want ja, de Chuck Splashes zijn gewoon een item die ik eigenlijk altijd mee zou nemen. Dus laat even weten wat jij daarvan vond natuurlijk. Dan hebben we natuurlijk, wat ik net al zei over de traps van qua kleur wat kan veranderen. Maar we hebben dat niet alleen. We hebben natuurlijk ook dezelfde guy die dat heeft geregeld met pickaxen. Die heeft ervoor gezorgd dat Saved World pickaxen die je in Saved World alleen kan unlocken ook overgezet zijn naar Battle Royale. Dus als je nou nog 7 pickaxen wil hebben, speel dan even Save the World, dan kan jij 7 pickaxes gratis krijgen. Dan gaan we door naar dat ene laatste geheim. En dat heeft te maken met de 50 tegen 50 game mode. Want de 50 tegen 50 game mode was eerst een beetje slecht. Daarna is hij in de V2 update veel beter geworden. Omdat iemand op Reddit deze aanpassingen gemaakt had. En Epic Games heeft daar heel erg goed naar geluisterd. Omdat ze 1-op-1 de aanpassingen van deze Reddit gebruiker in de game hebben gebracht. En zo kennen we dus de 50 tegen 50 game mode V2. En daarom heet hij ook de V2. Omdat het gewoon daadwerkelijk van die guy zijn idee was wat echt insane was. Dan hebben we natuurlijk dit standbeeld. En wist je dat je dit standbeeld toen de tijd, toen hij nog in de game zat, letterlijk kapot kon maken met banden. Als jij een setje banden pakte en je deze in het standbeeld aangooide, tripte het standbeeld echt tand toe hard. En Epic Games heeft dit wel gefixt later. Maar wat ze dus als grap hadden gedaan, is dus vervolgens allerlei banden om het standbeeld heen gegooid. Maar het laatste geheim, jongens, dat is de Prefer a Slot. Dat kennen we natuurlijk nu allemaal in de game. Je kan het instellen.
voorspellen. Een van de beste updates ooit. Maar dit is dus 2 jaar geleden door iemand bedacht op Reddit. En het had 26.000 upvotes. En ja, nu is het dus iets normaals wat we in de game hebben. Omdat we er heel erg aan gewend zijn. Maar besef dat dit 2 jaar geleden gewoon nog niet te doen was. Echt, ik vind het echt heel erg insane dat al deze geheimen in de game hebben gezeten. Sowieso, bedankt voor het kijken naar deze video, jongens en meisjes. Vergeet niet te abonneren. En dan check jullie morgen gewoon weer bij een nieuwe video. Tot dan, jongens en meisjes. Later.